komen net het centrum uitgereden. Dat is maar op een hele korte afstand van het buitengebied. En net in die overgang hebben we een prachtige oude boerderij te koop gekregen. U ziet hem daar al liggen, aan de Harderbrinkweg. En het is zo'n ideaal plekje dat we de verkoop en inschrijving doen om iedereen een kans te geven. Het is echt op hele korte afstand van het centrum en er ligt echt midden in het buitengebied. Vergezichten over de weilanden. Het is een perceel van bijna 3000 meter, 2870 om precies te zijn. Het is een oud karakteristiek boerderijtje. Je ziet hem daar al liggen, oude voorgevel. Het dak zal een keer vernield zijn, maar de woning is gedateerd. Die moet of echt helemaal opgeknapt worden, of het is gewoon een prachtige bouwkavel. Want dat plekje, daar doet u het voor. Ja, dit hoort bij buitengebied, een eigen moestuin. Het kan hier allemaal. Er staan wat oude opstallen op het terrein. Oude garage. Een oude carport. En achter de woning ligt een groot weiland. Het is ideaal dus voor bijvoorbeeld paardenliefhebbers. Er lopen al ponies. Maar wat is nou leuker dan uw eigen beesten hier bij huis te zien lopen? Of hier bijvoorbeeld een prachtig terras creëren, zodat u mooi over de weilanden wegkijkt. Het is een breed perceel. Het ligt eigenlijk helemaal om de woning heen. Wat hier strak gemaaid is door de ponies, dat hoort erbij. Het is een breed stuk. Aan de voorkant, aan de kant van de weg, beschutting met oude karakteristieke bomen. Tegen de bomen aan wat oude opstallen. Die zult u waarschijnlijk gaan opknappen. Nieuw bouwen waarschijnlijk. En de woning, ja, daar kunt u naar hartelust uw ideeën in kwijt. We geven u toch even een korte indruk van binnen. Dan gaan we het oude klomphok naar binnen. Het behoeft natuurlijk niet veel uitleg dat deze woning compleet gemoderniseerd moet worden en misschien wel gesloopt moet worden. Alles ademt nog de sfeer van vroeger. De kanten gordijntjes, nog veel meer oude details. We vonden zelfs nog een dubbeltje. Misschien wel uw geluksdubbeltje. Want dit is toch wel een buitenkantje zo'n plek. Er woonde hier een oude man. Heeft tot aan het eind hiertoe gewoond. En hij genoot dagelijks van dit prachtige uitzicht. Ik snap dat wel. En misschien bent u wel de volgende. Toch snap ik het wel als iemand deze woning nog gaat renoveren. Kijkt u alleen al naar die voorgevel. Ik snap best dat iemand daar verliefd op wordt. Maar ik snap het helemaal als u verliefd wordt op dit plekje. Want dat is echt prachtig. Op de website harderbrinkweg11.nl daar vindt u alle informatie over dit prachtige plekje. De inschrijving die loopt tot 31 augustus. Tot die tijd kunt u uw bieding bij ons inleveren. En in de tussentijd kunt u vrijblijvend de bezichtiging met ons afspreken om dit prachtige plekje te komen ervaren. En wij leiden u graag rond. Tot ziens!